can't stay here anymore. It used to be ours, but that's gone. Echt doorgebroken is hij nog niet. Maar Joost Dijkma is wel hard op weg. Gisteren speelde hij bij de Van der Veen in Assen. En komende week is hij als een van de Drentse artiesten te zien bij Eurosonic Noorderslag. Vorige maand presenteerde Joost zijn eerste eigen album. Hier op zijn zolderkamertje in Groningen schreef Dijkma bijna al zijn liedjes. 1, 2, hey, hey. Kijk, en dan ga ik hier zo zitten. Extra microfoontjes erbij. En dan, ik heb een leuk pedaal geleend van een vriend van mij. Nee, deze plaat, daar ben ik zeker heel erg blij mee. Ik hoop dat hij nog wat meer gaat doen dan wat hij op dit moment doet. Maar ik verwacht zeker nog wel wat leuke recensies uit de wereld. En ja, ik hoop dat ik straks een beetje op tour kan en dat er wat optredens binnenkomen. Joost groeide op in Rolde, waar hij als kind veel muziek maakte. Nu zijn plaat uit is, krijgt hij veel bijzondere reacties. Ik heb een kaartje gekregen bijvoorbeeld. Dat vind ik altijd wel heel mooi. Dat zoiets verwacht je natuurlijk niet. Vanavond wens je veel succes met de presentatie van je cd. Alle succes, groeten uit Rolle. Dat is een oude leraar van mij, weet je wel, de basisschool. En dat vind ik toch wel erg bijzonder. Dat iemand zo met je meevoelt of zo. Waardering opbrengt. Joost schrijft deze muziek zonder dat hij ook maar één gitaarles kreeg. En hij doet niets liever. Ik hoop dat ik gewoon weer hier of ergens anders lekker bezig ben met nieuwe songs. Maar voor het zover is, moet hij eerst nog even sparen. Want ook al heeft hij een plaat uitgebracht... Nou, ik heb volgende week gewoon weer een sollicitatie, hoor. Dus...